dat is dus in Zaasie, Nugentine, over hier een grof, Maximilian van Bronckhorst. En ja, de lui, de dorpelingen zal ik zeggen, die worden niet gerust door zoerte, uvervallen door rebellen. Struikrovers, en wat houden we toen niet allemaal. En ja, toen zien die toch maar eens bij de grovens gaan aankloppen, door ja, toch voor beveiliging. Ja, nou, op een gegeven moment hebben de lui dus gevolgd van, en toen heeft hij dat dus eigenlijk ook opgericht. Ja, want dat moest natuurlijk financieel, de lui houden allemaal niks, dat moest toch financieel bij hem vandaan komen. Ik heb zelf ook een gans archief met oude beelden en aanzichtkaarten vergroezeld. En namelijk ook een deel oude foto's van de Bronk, Groete Bronkje. En daar heb ze een beetje beeld te bij wie het vroeger was. Door gans terug in het tief in Napoleon, keer van het groen. Daar heb je geen beeld van, daar zie je maar gaat schetsen van. Ja, en dat is van dure zeggen. Maar als ik de foto's zo beloor, dan heb voor de traditie goed vuurt gezet. Met een twee compagnieën van 80, dus dat zit zo op een 160. Oud en blauw. Oud en blauw. En dan komt nog een trommelkorps van tussen de 40 en de 50 man. Ja, dan hebben ze de harmonie, ik geloof dat die ook met een klein 70 man, 80 man zien. En dan hebben ze nog wat speciale functies. Hè? En dan komt de uurverheid komt er nog bij, en dan komen de vijndeldreigers bij. Ja, ik denk de bielemannen niet vergeten, hè, want ja, en dan zit ze toch wel 300, even voor de 300 man, denk ik toch wel. Ik ben bij de Blauwe Compagnie van 2016 in Grote Bronk. Dat gaat niet zomaar. Dan moest ik daar met de vuur op mijn waaglijst voor inschrijven. En, hebben ze toch te vuil dan? Dat is de nudige, stond als op de lijst. En nog steeds. Dus, ja, daar heb ze keuze in. Kies je de roei of de blauw? Ja. Ja, naar mijn weten, die zijn allebei. Dus, ja, even schik. Ik heb voor de blauw gekozen omdat er toch ja, mensen van mijn vriend bij zitten. Dus zo wordt de keuze snel gemaakt. Het is allemaal zo gegroeid, hè? Dus dat zo'n schutterij een mannenwereld is. Ja. Want toen we al in een hoop of. Ophef dat die burgemeester, die met een hoop pels, dat die toen onder het geweer heeft gestaan. Ja, dat wil eigenlijk tegen de regel zien. Dat wil eigenlijk tegen de regel zien. Maar ja, zie is op dat moment burgemeester. En dat wordt niet gekald, of een man of een vrouw. Nee. Ja. Ja, begin dan maar. kan het vroeger zitten niet goed stellen. Voor de nieuwe regel voor te maken, maar ja. Ja, maar bij vuilen is dat toch niet goed gevallen. Nee, daarom. Ja, er zien zeker als de veranderingen zien in reglementen. Als je, ja, we hangen allemaal aan dat aardreglement vast. Van zo is het dus geleerd geworden en zo goed voor het doen. Maar door ja, de verandering van de wereld. He, en een ander reglement, ja, hoe oog zich een schutterij om moet houden. Nou, dan kan ze echt het shoot op de keers van de geweren doen. Ja. Echt, dan is echt alles voorbij. Graaf Bronckhorst van Bronsveld schaft de geweren niet af, maar geeft ze een andere betekenis. Wie de papegaai afschiet, die verwondt niemand, die doodt niemand, tegen die wordt koning. Zo'n gezelschap van Gronsveldse en Rijkholse mannen werd geen sportvereniging. Het was veel meer. Het was en is een broederschap. Mensen die hun geweer op een heel andere manier gebruiken als waar het oorspronkelijk voor gemaakt is. Die kerk die vroeg natuurlijk, hè, want de kerk wordt ook natuurlijk boete, zo graafschap. Houdt die kerk ook zijn functie
En die zagen ook van, hè, want die gingen met zilver, met groot of wat ze houden, gingen die de straat op, naar de, door de velden, hè, met processies. Dat zagen, was toen al 400 jaar geleden. Ja, hè, dus, en vooral hier in dat Limburg, hè, wat echt katholiek hoor. Hè, en de kerken nog een grote bijzaten, ja, die worden ook overvallen tijdens een processie. En dan vroeg zo'n pastoor of deken, wat het ook mag zien, die vroeg natuurlijk ook voor bescherming. De schuttenmessen, ja, wil verwacht dat alle schutten aanwezig zijn, uiteraard. De nou weer eerst de graver in de kerk weer gezegend, alle schutten, wat we begraven zien. De kerk, die houdt eigenlijk het hef in de hand vroeger. De mensen zo zien echt dat. En die oordeelden eigenlijk de vraag. Want als kind zijnde, zien ze nog allemaal even eens doen. Dan wordt de politie, dan wordt de hoofd van de school, en dan wordt de pastoor. Ja, en een graaf halver toen niet meer. En dan stingen ze op een rij. Dat driede vroeger alles om die schutterij. Dat was nog niks anders. Nee, en dat wordt zelfs nu met een kermis. Daar leefde de lui naartoe, maar huidendoor hebben ze er een door kermis. Het is geweldig wie er hier allemaal bijeen zit. Vragen, wat doen we dit jaar? Waarom verleed? Dat is momentaal. En dit is eigenlijk het geheim van Oos. Dat is één keer op de 4 jaar. En je gaat nu ergens naartoe weien? We gaan weien, nu ergens naartoe. We hebben één keer een, door de gemeente gevraagd gekregen, want het is eigenlijk ook koninklijk, je hebt ook verplichtingen. Voor toen is het gewoon, met toen de koningin daar is geweest. En te zien voor voltalig, dus, ja, voltalig, er wordt toch wel dat mannen die wat dat probleem hebben, die zagen gewoon niet te helpen. Ik ben jong van te helpen, dus ja, de grootste met op. Met pap en mama, met de oom en tantes, bronkveren. Ja, dat zit in de bloed, zal ik maar zeggen. Dat, ja, één keer in de 4 jaar, ja, dat lijst van het touw. En als het moment al is, dan, ja, dat kan ze niet omschrijven. Dat krijgt ze honderd wel van. Dat, ja. Sommigen zeggen, och ja, dat is het volgend jaar, pas goed de bronk. En dan is dat zo. Maar als de. Als het zoeter op boven geeft, hè, dan begint dat te kriebelen. Hè. En als ze dan, zal maar zeggen, boete dat voor de Pinksteren een nieuwe koning hebben, maar als het echt de bron door, en dan wordt die trom huurst om half vier of om vier of zo, is goed, en om 4 voor huurst ze die schuurt, ja, dan is het schuus of een andere wereld in truus. Dat er andere leven op komt. Pinksmaandag, heb ze vogels gescheten. Ik heb in 2016 heb ik ook met geschoten op de vogel. Ik heb hem jammer genoeg niet afgeschoten. Wel geraakt? Wel geraakt, dat zeker, ja. Maar dat mag alleen maar de animo groeten voor in 2020 weer met te scheten. Ja, dus, ja, de jongen wat nu met scheten, naar mijn mening, die scheten allemaal met voor mij af te scheten. Maar op het moment dat zich aan het geweer steeds een loze officier zoet de vogel, ja, de huur is niks meer om de heen. Dat is maar één ding voor de ogen. En dat is roken en hopen tot ze het schot zet wat dat de vogel af had. Ja, dat is wel. Dat moest ze metgemaakt hebben. Dat kent ze niet in een mens uitleggen als ze daar steeds dat moment. Mijn vrouw was van Maastricht en die kwam hier ook naar de bronk, omdat ze al reeds van hun al woonden. En zo ben ik eigenlijk ook daar aangekomen. Ja, dan is het gedronken. Gewoon, och ja, dat is een leuke meid. Dat voor die moment niet hebben. Ja, gesloten niet. Dan moest er in met gaan. Want als ze dan niet in met geeft, ja, dan zit ze eigenlijk buiten de deur. Ja, maar als zich er in met is en de hield zich aan de gebruiken en aan de dingen wat eigenlijk hier in de deur op zich aangespeeld,
is niks aan de hand. Iedereen werd dan eigenlijk toch wel opgenomen. Ja. Of het zou eens erg verkeerd moeten zien. Ja, er zijn maar een bepaald aantal geweren per compagnie. Dus dat is niet oneindig. En naar mijn idee, de oude garde helpt nog wel even pijn. Dus je moet dat toch geduld hebben, de meeste. Het moment dat ze erop moeten stappen, dat laatste bepaald is. Ik denk dat het echt niet meer geeft dat het moment is, zeg maar. Ja. En iedereen? Nee, nee. Nee, dat is toch een schoon traditie, ja. En er stonden dus ook nog veel jonglui op de lijst dan op de wachtlijst? Naar mij weten wel, ja. Ja. Dus de animo is er nog, gelukkig. Want ja, tijden veranderen toch wel. En ik hoop dat het tot van ongeveer 400 jaar erbij mag doen. Traditie door een disentiet is alles veranderd natuurlijk. Ja, vroeger hadden ze geen telefoon, geen gsm, geen social media. Naar mijn mening wordt vroeger mijn katholiek, ja, mijn gelovig, de lui. Tegenwoordig, ja, het verandert allemaal. Maar uiteindelijk, processie riep toch vanuit de kerk. Want dat was vroeger voor de gewassen te beschermen, ja, voor een goede oogst. Wie ze mij verteld hebben, ik heb het zelf niet metgemaakt. Maar tegenwoordig, er is nog wel verbindenis genoeg met de kerk, de katholieke gebeuren. Zeker. Als we geen kerk of geen pistool meer houden, dan ging het Gaans gebeuren niet door. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, zonder pistool, dat hoort te bieden. Natuurlijk, de jeugd verandert, dat is allemaal anders. En de dorpskern, dat blijft wel. Dat doet veel lui wat van boeten af. Wat niet vergroeid zien, komen grote oenen. Die vinden het leuk voor de traditie met te maken. Maar dat is dus ook dat de lui wat met willen doen in de traditie. En dat is het zoenen ervan. De rest van mijn leven blijf ik zeker bij de slotterij. In wat voor functie dat zal zien, dat moet de toekomst ook wezen. Ik kan zien dat ik een keer de vogelaar zit, dat ik kuring word. Met een peetnoonk, dat is Bieleman. Ik hoop dat er nog jaren kan metlopen. Misschien als er ooit een keer het beeld erbij neerlegt, dat is een plaats hiervan neem. Maar dat zien we als het niet al is. Ja, dat is moeilijk hiervoor te oordelen. Ik denk dat onze nakomelingen daarvoor moeten zorgen dat dat niet gebeurt. Dus dat die toch, naar ons kinder, de mensen de meng, die zijn gedoopt, die zijn katholiek, ze lopen de deur van de kerk al niet plat. Maar toch zorgen dat geloof gehandhaafd blijft. En ik hoop toch dat de veel kinderen hier in de dorp dat ook metkrijgen en ook gewoon doen. Want anders... Dan brokkelt het af. Ik ben van bang voor wel. En ik kan niet in de boel horen wat over 100 jaar is.